Zometeen in DBC-nieuws van woensdag 14 februari. Jongeren in Liemt starten petitie voor woningbouw. Liemt plaats bij een hotel. En uiteraard veel carnavalsnieuws. Rivier de Nijl was heel erg belangrijk in die tijd. Alle mensen in Egypte waren op de een of andere manier afhankelijk van de rivier de Nijl. Ja. Heel belangrijk voor onder andere transport. Maar die zorgde ook vooral voor de irrigatie. Nu bij Plus. Mario Kart Coins. Hé, hey, Mario. Die had ik nog niet. Spaar ze alle 24. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Expert Bokstel en Albert Heijn Bokstel. Welkom bij DBC Nieuws, een samenwerking tussen Omroep Dommeland en Brabant Centrum. De jongerenafdeling van Combinatie 95 is een petitie gestart voor meer woningbouw in Liemt. Aanleiding hiervoor is het feit dat de provincie het huidig plan voor de bouw van 80 tot 100 woningen aan de Roderweg en Hamsestraat heeft afgekeurd. Zaterdag werden bij de co-op in Liemt handtekeningen opgehaald. DBC Nieuws vroeg Liemtse inwoners waarom zij de petitie ondertekenden. De jongerenafdeling wil minstens 1000 handtekeningen verzamelen om deze vervolgens aan te bieden aan gedeputeerde Erik van Merrienboer van de provincie. We zijn vooral die petitie gestart omdat er de laatste 4 jaar gewoon in Liemden niet gebouwd is. En het is gewoon noodzakelijk om gebouwd te worden. Daarnaast is het zo dat heel veel jongeren nu uit Liemd vertrekken, zeg maar, omdat ze geen betaalbare woning in Liemden kunnen vinden. En dan gaan ze eerst de dorp uit en dan, terwijl ze eigenlijk in Liemd willen wonen, zeg maar. Wat betekent u nou voor? Ja, dat er volop huizen gebouwd worden hier in Liemden. Dat er ook mensen die hier in Liemden wonen, in Liemden kunnen blijven wonen. Ik wil dat er heel graag extra gebouwd gaat worden. Ja. In Bokstel wordt van alles gedaan en in Liemt is het weer eventjes pas op de plaats, denk ik. Tegen. Hou het maar klein. Hou het maar klein. Gewoon kleine stukjes. En dan echt heel goed kijken van waar kan het, waar is het noodzakelijk, wat sluit het beste aan bij het dorp. We zijn bang dat het voorzieningenniveau in Liemt niet hetzelfde kan blijven, omdat er geen nieuwe mensen bij komen. Het is heel belangrijk om de supermarkt open te houden, de basisschool, er moeten natuurlijk nieuwe kinderen bij komen. En de sportvereniging. En Liemt is natuurlijk een hele hechte gemeenschap met veel vrijwilligers en dat wil je ook graag zo houden. Maar u wilt per se dat er meer gebouwd wordt? Ja, tuurlijk wel. Waarom niet? Maar dan gaat het toch natuurlijk... Zeker voor de beginnelingen. Voor de ouderen zou ik zeggen, er is genoeg. Er zijn genoeg huizen te koop, maar voor de beginnelingen. Hè? Ja, dat is heel hard nodig in Liemt. Want er zijn heel veel jongeren en ouderen die een ander huis willen. En hier niet eruit kunnen. Want als er eentje te koop is, dan is het meteen weg. Hè? Waar het precies gebouwd wordt, Borre, maakt op zich nog niet zo heel veel uit. Maar er ligt nu gewoon een heel mooi plan. En de provincie houdt het gewoon tegen. Dus dat is gewoon heel erg jammer. Meer woningen. En met name woningen voor jonge mensen en voor senioren. Daar is ook tekort. Meer woningbouw in Liemden. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, dat iedereen gewoon de kans krijgt om in dit mooie dorp te wonen, toch? Supergezellig. Meer of minder, dat vind ik een hele verkeerde. Daar zijn wij in Liemden niet van, hè? Meer of minder. Maar nee, meer woningen, dat is gewoon nodig. Als de jeugd hier ook een beetje toekomst wil hebben. Om de leefomstandigheden van wilde bijen in Nationaal Landschap Het Groene Woud te verbeteren, is het project Red de Bij opgezet. Zaterdag werd in buurtschap De Socht in Liemt een bijna 2 meter hoog bijenhotel geplaatst. Ook werd er een habitat voor wilde bijen en honingbijen gecreëerd. Middels het planten van diverse bomen en het inzaaien van wilde bloemen is de basis gelegd voor een aantrekkelijke, natuurlijke omgeving voor de bijen. Het project is een samenwerking tussen Natuurweggroep Liemt, Imkersvereniging De Honingbij, Nationaal Landschap Het Groene Woud, de provincie Noord-Brabant en Brabants Landschap. Ja, van de bijen gaan we over naar de donseendjes van Bokstel. Maandag genoten honderden kinderen en hun ouders van het jaarlijkse donseendjesfeest in de Kwekpoel. Tijdens een spannend toneelstuk leefden onze jongste eendjes intens mee met de gebeurtenissen rondom de ontvoering van de Bokstelse carnavalseend, Tukkie. Deze mascotte was tot grote schrik van iedereen verdwenen uit de kwekpoel en met een raket gelanceerd naar de maan. Gelukkig liep het allemaal goed af. Ducky keerde gezond en wel terug naar zijn vaste plek in de feesthal. Reden voor iedereen om dit avontuur dan ook af te sluiten met een uitbundige polonaise. Ja, we hebben natuurlijk meer carnavalnieuws.
waar de jongste eendjes aan het trekken kwamen in de kwekpoel, zo genoten de volwassenen op maandagochtend van het Politiek Café in Bokstel. In stemlokaal 11, ofwel Rembrandt, vond onder leiding van de broers Maarten en Henk van der Laak een carnavaleske voorbeschouwing plaats op de stembusgang van 21 maart. TBC Nieuws was hier natuurlijk als de kippen bij. Hey jongens, we gaan beginnen. Als je wakker wordt en het politieke feest over de deur, dan ben je stiekem nerveus. Ja. Kunt u uw eigen nerveus stellen? Ja. Hey, en dan word je wakker en dan valt u een tablet. Ja. En dan zat ik vanmorgen ergens op de Telegraaf-app, hè? Het duurde al lekker stuk, ha? En wij denken dat ik lees, de eerste krantenkop. Buis binnen 24 uur naar Groningen, stond er. Nou, dan schrikt er wel. Ja. Dan schrikt er wel. Dan denk ik, er liggen al buizen zat van Groningen hier. Dan denk ik, volgens mij willen ze die afbreken, maar een buis binnen 24 uur naar Groningen. Maar gelukkig, toen ik verder scholde, bleek het over FC Groningen te gaan. Die hebben het allemaal zo goed voor elkaar daar in Liemt. Ik zou de Heer op mijn knieën danken als die zelfvoorzienend en apart zouden worden. Het zou tijd worden. Fijn Waggelwolk, die Liemdenaren, die pikken al onze banen in. Elke ochtend staat er een file op de Keulsebaan. Vanaf Liemt naar onze banen op het industriegebied. Als er aanbiedingen zijn bij de Lidl, bij de Aldi, bij de Action, liggen ze in de rij vanuit Liemt om van die aanbiedingen te profiteren. Trouwens, Ad, ik was gisteren ook in Liemde. Daar heb ik jou gezien en een burgemeester gezien. En ik vond het toch wel heel dapper van jou dat jij daar in Liemde durfde te verschijnen. Want dit hadden ze toch gehoord, hè? En ze deden nog een oproep, hè? Om jou helemaal naar buiten te laten gaan. Maar dat heb je toch zelf gedaan, denk ik. Ja. Vind ik ook heel dapper, hoor. Want ja, het was wel heel leuk. Ze zijn daar liever voor de burgemeester dan jullie hier. Ja, ze zeiden daar dat Frank gewoon mocht blijven. Ik werk bij de gemeente best als bode, trouwambtenaar, tonprater, stadskunstenaar en marktmeester. En dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar, hè? Ja, en dan heb ik gehoord bij ons in best, ja, en ik hoor heel veel via onze burgemeester, onze Anton, hè, en daar ga ik verder niks over zeggen, want Anton is mijn beste vriend en hij mag voor mij in Bokstel blijven wonen en van ons allemaal als hij bij ons maar burgemeester blijft. Van Indegat gaan we naar Ploegersland, waar zondag een kleurrijke en gevarieerde optocht plaatsvond. Zo'n 30 deelnemende groepen trokken met hun bijzondere creaties door de straten van Liemt. Met name zelfgerealiseerde Liemtse projecten rond het thema Liemt doet het wel, werden in beeld gebracht. Maar ook was er aandacht voor actuele zaken, zoals het thema woningbouw. Enig tegengeluid kwam er van de importvrouwen. Deze doorzetters proberen al 5 jaar op rij voor elkaar te krijgen dat er een prinses wordt gekozen in Liemt. Verkleed als bijen scandeerden de dames: Liemt doet het niet. Prinsessen weer in de bijrol. Ja, natuurlijk hebben we ook beelden van de optochten in Bokstel. Zaterdagmiddag trakteerde de jeugd het publiek op een mooie, kleine indertrek. Lieve donzeetjes, waggelaars, waggelerinnen. De Petrustoren geeft 11 over 2 aan op zaterdagmiddag. En dus de hoogste tijd om zometeen carnaval te gaan starten met de overdracht van de sleutel aan deze hoogheden. Ik ga jou ook de sleutel geven en ik wens jullie heel, heel, heel veel plezier. Zondagmiddag om 11 over 1 ging de grote optocht van Indegat van start. Actuele thema's zoals hoogfrequent spoor, het biomassaplein en de invoering van de blauwe zones kwamen ruimschoots aan bod. En prins Donald V, die had er zin in. Ha, waggelaars, waggelarinnen, donzeentjes, welkom bij de uitzending hier. Rechtstreeks vanuit de grote Indertrek hier in Bokstel. Wij hebben er zin in, we hebben een zonnetje meegebracht. We gaan ervan genieten. Ja.
Ja, ja, echt waar. Nou, en van de Sissy Girls, die hadden een dringend verzoek om toch echt als eerste te mogen starten in de optocht. Ze hebben ontzettende warme pakken aan, ze kunnen niet plassen. Nou ja, goed, de organisatie heeft daar gehoor aan gegeven. Ja, dat klopt. Het is Skon Bokstol met als thema Buisje sluit niet mijn huisje. CV Skon Bokstol die timmert al heel veel jaren aan de weg, Hans, om een hele mooie wagen te kunnen showen. Dit jaar spelen ze in op het niet tolereren van de drugspanden binnen onze mooie gemeente. Dat is de groep Een Bietje Meer. En dat zijn, eigenlijk superboa's die belonen bekeurig in de gat. Jij hebt denk ik wel gehoord, of niet? Wat? De Noorlogedicht. Wie? De Noorlogedicht. Dat is zonde. Minder niet. Ja, dat is echt. Maar dan kun jij, wat? Alleen jij, hè? Dat denk niemand zeggen. Hè? Kun jij nog een keer mijn Noorlogenfoto? Ja, doe dan. Nou, is het een dweilkapel? Is het de carnavalsclub? Is het een rockband? Nee, het is de Agema van Huis Af Band. Nee, ik ben de prins van België. Ah, prins van Leopoldburg. Wat zei je? Ik kom uit België. Echt? Ja. En wat kom je in Boksel doen dan? Samen met de Raad van Elf. Ik kom hier al jaren en ik ben de nieuwe prins van Leopoldsburg. Maar dit is wel heel mooi gemaakt weer, hè? Ja, en het leuke wat ik net al zei is dat ze met name de jeugd aan het bouwen hebben laten beginnen. Dus nou, ik vind het een fantastisch resultaat, hoor. Inderdaad. Lukt het allemaal een beetje? Goeie joint, goeie joint. Goeie joint. Maar je moet er wel mee uitkijken en niet rijden dadelijk. Nee. Je ziet het, hè? Tot hoe laat moet ik wachten? Tot hoe laat? Ja, hopelijk met sporen. Dus dat is ons ook de vraag. Hoe ziet de rest van jouw carnaval er nu uit? Ja, nog een heel druk programma. We hebben natuurlijk vanmiddag de optocht, straks hier de uitreiking. Dus kom allemaal even kijken, hè, want ze hebben tenslotte niet voor niks zoveel werk gedaan. Daarna gaan we nog een paar bezoekjes plegen en vanavond lekker feesten in het Hofpaleis. Tot zover de uitzending van vandaag. Volgende week zijn we er weer met meer nieuws. En wilt u de uitzending nog eens terugkijken, dan kunt u ons ook vinden op YouTube of Facebook. Voor nu dank ik u voor het kijken en graag zien we u volgende week weer terug.